heet dat. Ja, daar gingen we naartoe. De grootste computerbeurs in de wereld. 600.000-700.000 mensen. En dit jaar wat vroeger vanwege de Expo 2000. De wereldtentoonstelling die dit jaar ook in Hannover gehouden wordt. En ze zijn er klaar voor. Of in ieder geval hard op weg. Want wat een organisatie. Deutsche Gründlichkeit kun je de Hannoverianen niet ontzeggen. 'S Morgens vroeg kun je haar worst krijgen. Maar het aantal busjes en parkeerplaatsen en de regelarij eromheen is enorm en indrukwekkend. En het werkt allemaal. De halve stad wordt platgelegd, maar je kunt naar zo'n beurs. Hier en daar sta je in de file, maar ze zorgen bijvoorbeeld dat het vervoer van en naar de parkeerplaatsen echt goed verloopt. De Hannover Messe. Een aantal hallen zijn erbij gebouwd. Er wordt nog heel druk gebouwd aan paviljoens voor die Expo 2000, maar groot en indrukwekkend is het zeker. De moeite waard. Dat wil zeggen, als je naar de CeBIT gaat om iets meer te weten te komen over de informatica-industrie, over computers. CeBIT 2000, een circus. Dat moeten we wel toegeven. Minder een circus dan de Expo 2000 gaat worden, want dat is een publiekstentoonstelling. De CeBIT is een serieuze vaktentoonstelling voor mensen uit de automatiseringswereld. Dit gaat u eerder zien op die Expo 2000 van de zomer. En dan gaan we die CeBIT vloer op. Nou, vloer, een kleine 30 hallen. En als je de telecommunicatie berekent, geloof ik 40. Bij de ingang is er een Palm Loading Service. Je kunt je kleine palmcomputertje volzetten met bijvoorbeeld de hele plattegrond en de hele catalogus van de beurs. Zo gaat dat in de moderne tijd. Het is druk. We waren er op zaterdag op die CeBIT in Hannover en dan is het er buitengewoon druk. Men had enige terugslag in de bezoekersaantallen verwacht omdat het wat verschoven was vanwege die Expo 2000. Maar u ziet het is een hele drukke beurs en men verwacht toch alweer uiteindelijk 600.000-700.000 mensen. Die komen voor zakelijke toepassingen van de computer. Er zijn wel wat spelletjes, maar daar gaat het niet echt om. Het gaat om serieuze toepassingen. En natuurlijk internet. Dat is overal. Dat is ongelooflijk. Ook in Duitsland is de internethype, de hysterie zou je kunnen bijna zeggen, losgebroken. En als dan de regering zegt dat ze eigenlijk 40.000 mensen uit bijvoorbeeld Indië naar Duitsland willen laten komen omdat er een tekort is aan IT en internetspecialisten. Ja, dan begrijp je waar het om gaat. Men wil meedoen. Dat de vakbonden daar erg kwaad over zijn is ook begrijpelijk. Maar het is heel duidelijk, Duitsland loopt niet echt voorop. Ze hebben wat grote kanonnen in het vuur zoals SAP, de concurrent van Baan. We komen straks op Baan terug. Maar voor de rest zijn het toch voornamelijk Amerikaanse bedrijven die in Duitsland actief zijn met hun producten. Niet in de verticale markten, zeg maar de administratie en de boekhouding. Maar in het algemeen toch erg veel Amerikaanse namen. Ja, vanmiddag gaan we eerst een stukje rondlopen over die CeBIT. Maar daarna komt natuurlijk ons normale maandagmiddagprogramma met Razo. En ook de vrouwenprogramma's, het vrouwenprogramma van Saskia Appel. We komen dus straks terug op de CeBIT, maar we beginnen nu met een korte rondgang.
dat is de kreet die ze ondertussen in Duitsland ook begrijpen. IPO. Initial Public Offering. De initiële beursgang. In Nederland kennen we dat ook. Van TAI, World Online, wil deze maand naar de beurs. Ik persoonlijk heb daar nogal moeite mee. Het is toch allemaal een beetje lucht. En bijvoorbeeld World Online, mevrouw Nina Brink heeft in het verleden bij een eerdere beursgang van HCS toch wel bewezen dat er, ja, het een beetje opgeklopt schuim kan zijn. Maar goed, in Duitsland geloven ze ook allemaal dat je heel snel rijk kunt worden aan informatietechnologie en vooral internet. Dus staan er overal standjes. Probeert iedereen de jonge entrepreneurs te vinden. Nou, u begrijpt het. Het is allemaal een kwestie van geloof je in het internet of geloof je er niet in. En langzamerhand gelooft iedereen er is in, dus het gaat ook komen. Heel veel bedrijven zijn heel snel aan het omschakelen. Bijvoorbeeld een bedrijf als Baan. We laten dadelijk een gesprek of een persconferentie horen van Pierre Everaert, de interim baas van Baan. Dat het op de beurs op en neer goed en slecht doet, maar toch eigenlijk ergens weggezakt. Ja, ook Baan roept nu heel hard, we gaan meer doen aan het internet, aan e-commerce. Electronic commerce, want dat is de kreet. Maar u weet ook net zo goed als ik dat het grootste deel van de business op het internet toch nog seks is. Iemand zei 60-70% van het verkeer is porn gerelateerd. Lara Croft ziet u hier. Een opblaaspop kun je via het net bestellen. Via deze shopping guide. Kevin ziet deze levensgroze cultfiguren. Ja, ja. 1,80 meter lang. Je zult het maar in je slaapkamer hebben. Dit soort figuren hebben natuurlijk ook een aantrekkingskracht op de jeugd. Cultfiguren, ze bestaat niet echt, maar het is wel een beeld waar iedereen op tippelt. En daar wordt dan op ingespeeld, want ziet u het I-symbooltje wat u daar ziet? Het was vroeger A van Ed, maar de I van Electronic. Welcome to the E-generation. En iedereen neemt nog een ballonnetje mee. Kinderen, maar ook volwassenen. Je eerste miljoen. Carrière 2000. Ja, de jeugd wordt aangepraat dat je in internet moet investeren qua opleiding, maar liefst een eigen bedrijfje beginnen. Dan kun je de miljoenen binnenroeien. U kunt het ook in de Nederlandse kranten eigenlijk iedere dag lezen. Dat is het. Daar zit het geld in. Terug naar gewoon de harde realiteit van fabricage, zoals hier software die bedoeld is voor procesbesturing. Forget it. Ga naar Silicon Valley. Doe wat. Dat geldt voor Nederland, dat geldt voor Duitsland. U zag hier iets van Israël. Dat geldt voor Roemenië. Iedereen is gek. Iedereen wil geld verdienen aan het internet. De Australiërs, uit de hele wereld, komen ze naar de CeBIT. Want dat is de plek waar je misschien het gouden idee kunt krijgen of je gouden idee kunt slijten. De traditionele grote bedrijven uit die wereld, SCO ziet u daar, dat is een Unix leverancier, Software AG, maar ook Computer Associates en Baan, ja, die hebben het er moeilijk mee. Die hebben klappen gekregen. We gaan eens kijken bij Baan wat Pierre Everaert, de huidige fungerende baas van het spul, eigenlijk te zeggen heeft. Er was een persconferentie, maar we moeten eerlijk zeggen dat het nou allemaal niet zo vreselijk indrukwekkend was. Meer de pers een beetje te woord staan en zoet houden. Beyond the web enablement into the wireless society, we can announce something with a name like our competitors do, but you ask him questions, it's just a name. What I will do is I'll come back to you in 3-4 weeks and we'll give you the program, not just the name. But I mean, it takes a little bit of time, and for the time being our attention is focused on the AEX, as our friend here pointed out, so we'll have that behind us and then we'll go all the way. Just a visual question. Yes. I mean, you are an interim CEO. Of course, who is going to be the next CEO, and when is this going to happen? Of course, it would have been okay if you would have said, okay, I'm the one now. But, you know, forget that this is a press conference, but it's a very personal issue, and it's a very difficult issue.
Rob and I, Katrina, the whole management board, we are making the change. Is the same bond as we were on the 15th of November. I mean, nothing has changed. Our products, our customers, our people are there. We have just lost 2 people out of 5,000. Ja, Pierre Everaert moet natuurlijk toegeven dat hij in zijn zoektocht naar een nieuwe baas voor baan haast heeft. Want de vorige liep weg. Die mevrouw is teruggegaan naar Amerika en baan doet het natuurlijk niet goed. Ze hebben enorme problemen met de beurs, met name de AEX-beurs in Amsterdam, om daar hun geloofwaardigheid, hun kredietwaardigheid boven water te houden. Negatief eigen vermogen moeten ze nu wat aan doen. Dus zegt Pierre Everaert, ja, we zijn wel op zoek naar een nieuw iemand, maar voorlopig hou ik de touwtjes in handen. Alles bij elkaar, geen sterke indruk van baan. En kijk eens wat voor leuke dingen we hier zien. Hele kleine telefoontjes waar je een beeldschermpje op hebt. De derde generatie mobiele systemen. Want daar gaat het om op de Cebit. Iedereen wil mobiel, iedereen wil wapperen. Wireless Application Protocol. Iedereen wil een stap vooruit naar internet. Altijd op zak, want daar komt het eigenlijk op neer. Maar zijn de wonderen van gisteren ook de wonderen van morgen? U zag hier apparatuur om op afstand videotelefonie te kunnen plegen. Klinkt zeer indrukwekkend. En als u die kleine handtelefoontjes ziet, dan zou je denken, nou, dat gaan we allemaal doen. Maar spreekt dat nou wel werkelijk zo aan? Een paar jaar geleden was het heel erg hip. Nu we wat meer bandbreedte ter beschikking hebben en het eigenlijk zou kunnen, blijkt het niet echt aan te slaan. De Nederlandse PTT zit nog met stapels van dat soort producten die ze ooit voor Intel zouden gaan verkopen. En dat is niet de enige misser op dit gebied. Voor je overigens denkt dat we baan even aan zijn lot overlaten. Later in dit programma, dus over 1,5-2 uur, komen we nog een keer uitgebreid terug op de Cebit. En gaan we ook in op wat er met baan aan de hand is. En laten we de volledige persconferentie horen. Nu dus even de snelle indruk dat het allemaal niet erg indrukwekkend is. En dat de toekomst van baan allerminst zeker is. Ze hebben nog een behoorlijke hobbel in de geloofwaardigheid te gaan. En of Pierre Everaert het kan, ja, hij heeft een heel team dat hij meegenomen heeft uit de Philips-omgeving. Maar ook daar blijkt dat ze daar wel winst kunnen maken. Maar een echte toekomstvisie ontwikkelen, dat is nog wat anders. Hier wat beelden van Nokia. Nokia is op dat gebied van het Wireless Application Protocol, waar iedereen zo gek van is, dat wapperen, dat met je zaktelefoontje bijvoorbeeld internetten. Nokia is daar een duidelijke winnaar. Nokia is eigenlijk het bedrijf wat bewijst dat je helemaal geen Amerikaans bedrijf hoeft te zijn om te scoren. Nokia bewijst dat ook Europese bedrijven hier goed in mee kunnen. Ericsson, Nokia en ook Philips verdient aan telefoontjes weer wat geld. En op het gebied van telefonie lopen we dus in Europa eigenlijk een beetje vooruit. Vergeleken met de cellphones in Amerika hebben we een beetje voorsprong. De wet van de remmende voorsprong heet dat. Ze hadden daar eerder cellphones, een andere vorm van mobiel telefoneren, en nu lopen ze dus wat achter. De toekomst is aan wapperen, overal en altijd bereikbaar zijn. Ook elektronisch, ook voor internet. WAP Solutions, daar draait het om. Iedereen liet ze zien, maar het duurt natuurlijk nog een tijdje voordat u gewoon met uw mobiele telefoontje ook bijvoorbeeld inkopen kunt doen op het internet. Daarvoor zijn diensten nodig, daarvoor zijn speciale telefoontjes nodig, die komen eraan. Maar er zijn natuurlijk ook providers die erin meedoen. Ja, wat beelden van computers voor mensen die behinderd zijn, gehandicapten dus. Grote toetsenborden, je kunt met een dubbele camera die dan videoscopisch, stereoscopisch beeld brengt, kun je zelfs door met je hoofd te knikken de computer bedienen. Dit soort toetsenborden. Blij eigenlijk dat er op zo'n beurs als de Cebit voor behinderlijke rechten, dus mensen die een handicap hebben, speciale software en hardware ontwikkeld is.
En een ander onderwerp wat natuurlijk heel erg in de belangstelling staat, zijn virussen. En ook aanvallen door hackers. De denial of service attacks, ja, dat heeft weer de belangstelling voor het beschermen van je systeem enorm doen toenemen. Het is duidelijk, in Amerika is het een paar keer goed fout gegaan, ook in Nederland bij Microsoft. Rond de introductie van Windows 2000 ging alles op zijn bek. Dat wil zeggen, de computer viel stil, er was denial of service, te veel aanvallen, te veel gerommel door buitenstaanders die proberen zo'n computer plat te leggen. En dat lukt heel vaak. Daar moet je je tegen verweren. Cebit. Het wordt allemaal kleiner. Je kunt het allemaal meenemen. En er is sprake van een integratie van telefonie, faxen, internetten, e-mailen. Wat je maar het ook wil noemen. Allemaal moet dat door dezelfde, zeg maar, over dezelfde brug naar de gebruiker. Binnen het bedrijf, naar de juiste persoon. En als je alleen maar zelf bijvoorbeeld een klein bedrijfje hebt, en dat is een beetje de toekomst, dat je mobiel bereikbaar bent, dan kun je op je zaktelefoontje of op je hele kleine, handige meeneemcomputertjes, kun je zowel spraak, zowel IP-verkeer, dus internetverkeer, faxen, alles wat je maar wilt, gaat via dat mobiele zakdingetje. En of dat nou een telefoontje is of een organizer, maakt in wezen niet uit. En mocht u de indruk hebben dat computers in hele mooie kastjes moeten zitten, dit zijn weer gewone industriële kasten waar je een pc in kunt stoppen. En dat is heel belangrijk. Ze moeten er niet alleen mooi uitzien zoals hier, maar soms wil je ze gewoon ook buiten of in een industriële toepassing gewoon in een stevige kast zetten. Maar de vorm is ook belangrijk. Dit is een beetje de Mac-style die ook in de pc doordringt. Leven Steve Jobs, die zo'n beetje half doorzichtige stijl heeft geïntroduceerd bij de Apple computers en randapparatuur. Want dat playbril idee, zoals u hier ook een beetje ziet, dat half doorzichtige, kom je overal tegen. De vorm. De vorm van de computer blijft belangrijk. Hij moet passen in de omgeving van uw bureau. Zwart of een kleurtje, metallic, het lijken net auto's. Niet alleen computers zijn vormgevoelig. Kijk eens naar deze Euro 2000 voetbal handy. Landkaarten, platte beeldschermen. Dit zijn de trends vanaf de Cebit. Heel duidelijk die opkomst van platte beeldschermen. We kijken hier even rond op de Philips stand. Daar komen we straks ook op terug. We hebben wat gesprekken over de toekomst van wat Philips wil met hele kleine, handige meeneemdingetjes op elektronisch gebied. Maar we komen dus later in dit programma terug op wat Philips en anderen op de Cebit er dan over hebben te bieden. En dan zijn we weer terug op de Cebit. Centrum voor Bureau- und Informationstechniek in Hannover. Die grote computerbeurs, zeg maar de grootste computerbeurs van de wereld. 600.000-700.000 mensen. We lieten al eerder wat zien. We gaan nog verder een rondgang maken over die Cebit.
de communicatie. Ja, een van die onderwerpen waar heel veel mensen hier naar komen kijken. WAP is de kreet, Wireless Application Protocol. Of op een iets dieper niveau, GPRS, General Packet Radio Switching. Allemaal, zeg maar, afspraken over hoe je omgaat met data, met gegevens die je via een mobiele telefoon of een mobiele computer die je uitrust met een zendertje en een ontvangertje, kunt gebruiken. Nou, daar is erg veel belangstelling voor, want er zijn allerlei prachtige verhalen over als je met zo'n WAP en bijvoorbeeld een mobiel telefoontje wat daarvoor is uitgerust, ergens in de buurt van een frietzaak zou rijden, dan krijg je plotseling een telefoontje. De gebakken kippetjes staan klaar om de hoek, twee keer linksaf en u bent er. Dat klinkt ook allemaal erg mooi, maar ik denk dat u als u over 5 jaar werkelijk met dat WAP gaat werken, dat u dat soort boodschappen helemaal niet wilt horen. Maar wel, bijvoorbeeld, af en toe wil kunnen zeggen, waar ben ik? Want WAP gecombineerd met Global Positioning Systems, dat wil zeggen via een satelliet uitvinden waar je precies bent, heeft natuurlijk hele grote voordelen. Je bent in een stad, je bent verdwaald, hoe vind je de weg? Even een kaartje downloaden, even kijken. Dat Wireless Application Protocol zou de toekomst moeten worden. Na e-commerce en in samenhang met e-commerce, want het is natuurlijk heel handig als je, zeg maar, onderweg ook dingen kunt bestellen, als je ergens behoefte aan hebt. In samenhang met al die kleine handies, noemen ze hier, die kleine mobiele telefoontjes die steeds slimmer worden, is dat de toekomst. E-commerce is belangrijk, maar je moet het ook ergens mee doen. En niet iedereen heeft een pc, dus als je thuis niet wilt e-commerce, wat eigenlijk wil zeggen gewoon elektronische handel doen, kan je dat ook onderweg. In Amerika denken ze dat iedereen dus in de auto gaat zitten handelen met aandelen en dat soort zaken. Daar is het natuurlijk wel heel handig voor, omdat dat overdag op je werk bijvoorbeeld gedaan kan worden of als je onderweg bent. Maar WAP is de grote mode, iedereen kijkt ernaar. De vraag is natuurlijk of het ook echt zo belangrijk gaat worden. Men kijkt een beetje naar het succes van de mobiele telefonie in Europa. Zoals u weet, dat is beter gelukt dan in Amerika. Want in Amerika viel het een beetje tegen. Daar hadden ze een ander systeem, cellphones heette dat, die een beperkte bereik hadden. Heel veel mensen hebben daar natuurlijk een mobiele telefoon. Maar eigenlijk is het de opkomst. En dan, we staan hier voor een stand van Nokia. Die heeft er natuurlijk een enorm aandeel in. Maar ook Philips heeft de laatste tijd, gaat het vrij goed met haar mobiele telefoontjes. Europa loopt dus voorop in die mobiele telefonie. Dat komt omdat je hetzelfde mobiele telefoontje overal kunt gebruiken. En dat is dan voor zo'n Wireless Application Protocol, internetten, e-mailen, berichten ontvangen, waar je ook maar bent, natuurlijk heel handig. Dus daar zou Europa vergeleken met Amerika nog wel een beetje kunnen scoren. Voorlopig doen bedrijven als Nokia het dus ook heel goed in die markt. Een van de onderwerpen die hier aan de orde is, is Integrated Messaging, Unified Messaging. Dat wil zeggen dat je je telefoon, je fax, je internetverkeer, je piepers allemaal op dezelfde manier en zeg maar via één toegang uiteindelijk op je pc of op je bureau krijgt. Unified Messaging. Daar wordt heel veel drukte over gemaakt. Want je hebt natuurlijk al nogal wat keus tegenwoordig. Gewone telefoon, mobiele telefoon, internet gewoon, internet via ISDN, telefoon via ISDN, telefoon via ADSL of DSL. Die hele snelle verbindingen. Je kunt ook via de kabel telefoneren. Hoe behandel je dat allemaal? Hoe zorg je dat het bij de juiste mensen komt en dat de berichten niet verloren gaan? We zitten hier bij Elan. IP, LAN natuurlijk van Local Area Networks, en IP van internetadres, internetprotocol. IP is het adres wat je krijgt als je op het internet zit. En je kunt natuurlijk ook telefoneren via het internet. Dat wil zeggen als je genoeg bandbreedte hebt. En lange tijd is geloofd dat telefoneren via het internet gratis was. Want, niet waar, dat inloggen kostte toch niks en zeker nu met gratis internetten. Maar zo gauw je werkelijk internationaal dat veel gaat doen, dan krijg je echt wel een telefoontje van je provider die zegt van, hé, dat is niet de bedoeling. Want uiteindelijk gebruik je dezelfde kanalen, dezelfde fibers, dezelfde verbindingen. En daar moet voor betaald worden en wel per bandbreedte of per megabyte. Dus telefoneren via het internet is alleen maar zinvol als je een lagere kwaliteit kunt accepteren. Als je in plaats van de bandbreedte die je voor een telefonie gebruikt, met iets minder kunt. Maar IP-telefonie is wel, we zitten bij het bedrijf wat hier een hele leuke Blues Brothers stand heeft gemaakt. Heeft natuurlijk wel een voordeel als je binnen je bedrijf aan de gang gaat. Want dan kun je van pc naar pc over je eigen lokale netwerk natuurlijk ook aan telefoneren slaan. Dan hoef je je normale telefooncentrale niet te belasten, maar kan dat op een andere manier. IP-telefonie binnen het bedrijf. Ook dat is een trend voor mensen die toch al hun computers aan elkaar gekoppeld hebben.
zeg maar, rond schokken op zo'n beurs. Meer dan 30 hallen. En voor de Expo 2000 wordt het er nog meer. Ze zijn als een gek aan het bouwen op dat enorme messengelände, heet dat, in Hannover. Nou, zonder lopende tapijten of busjes trek je dat niet. En we vinden dat wat dat betreft kan er nog wel wat verbeteren. Het blijft lopen, lopen, lopen. En na een uur of 6, 7 heb je het dan wel gezien. Nou kun je natuurlijk ook overal eten. Maar u begrijpt, het gaat uiteindelijk om het zaken doen en niet om een soort 40, 50 kilometer per dag wandeltour ervan te maken. Ja, u ziet hier wat namen zoals Novell. Een paar jaar geleden waren dat absoluut de allergrootste stands. Maar nu is Novell dus wat teruggevallen. U weet het wel, ze hebben zich bemoeid met Unix. Meneer Pieper heeft zich daarvoor bij AT&T met Unix bemoeid. Maar uiteindelijk is dat beland bij Novell. En ja, daar is niet veel van terecht van gekomen. Kijk eens, een ontwerp voor een terminal. Met een munt of een kaartje. Dat zag je heel veel. Van die apparatuur om, zeg maar, makkelijk op straat, kioskachtig, aan de gang te gaan. Heel veel demonstratie natuurlijk op de Hannover Messe. Wat we eigenlijk niet zeer veel zagen was Windows 2000. Er is toch een beetje het gevoel dat Microsoft daarmee niet de grote inroad gaat maken. Je ziet heel veel Linux, je ziet alternatieven, Solaris. Hoewel dat nou weer niet voor bepaalde chips ondersteund gaat worden door Intel. Maar Solaris is een alternatief, Linux is een alternatief. Maar het is toch maar de vraag of Windows 2000 als opvolger van Windows NT wel echt scoort. Microsoft deed natuurlijk zijn best, maar voor de rest zagen we er nog niet veel van. Het is ook pas een paar maanden uit, maar de beta-versies waren natuurlijk al veel eerder. Wat we hier zien zijn overigens hele grote PC's. Vroeger heette dat mini-computers of echt grote mainframes. Maar tegenwoordig kun je met PC-technologie zoveel power erin stoppen. Maar als je dan veel interfaces nodig hebt of bijvoorbeeld heel veel processors. Je kunt tot 64 processors, 64 Pentiums in het systeem duiken. Nou, dan kun je dat ook zo doen. We kijken nog wat rond op deze CeBIT. Computers, ja, zo'n hele beurs staat er vol mee. Maar wat doe je ermee als je er niks meer aan hebt? Als ze oud zijn, als ze kapot zijn. Dat heet Electro Recycling. En dit bedrijf heeft achter me een prachtige dinosaurus gemaakt van het soort onderdelen wat vrijkomt als je computers uit elkaar haalt. U begrijpt, er zit een ijzeren, een stalen kastje omheen. Maar wat zit daar nou in? Allerlei kaarten, allerlei spullen. En nou gaat het erom om dat spul weer een beetje handzaam te hergebruiken. Want je kan het IJsselmeer wel plat gooien met oude computers, maar dat is natuurlijk niet zo gezond voor het milieu. Want in computers zitten heel veel metalen, heel veel kunststoffen, ijzer, aluminium, koper, allerlei soorten kunststof.
allerlei soorten koper. Kortom, er zitten een heleboel reststoffen in die je misschien kunt gebruiken. En wat nou de bedoeling is om, zeg maar, technologie te ontwerpen, en dat doet dit bedrijf om de zaak te filteren, te scheiden, uit elkaar te halen, te schudden. Nou, er zijn allerlei technieken voor om de resten van zo'n van elektronica, en dat geldt natuurlijk ook voor wasmachines en telefoons, en maar ook dus computers. En u weet, u moet langzamerhand daarvoor gaan betalen. Als u een nieuwe televisie koopt, dan moet u een verwijderingsbijdrage betalen. Maar daar gebeurt dus ook wat meer. Bedrijven zoals dit bedrijf zorgen ervoor dat die spullen op een juiste manier, ja, hergebruikt worden waar mogelijk is, en anders op een goede manier worden afgevoerd. De CeBIT. Ja, dan ga je ook natuurlijk even kijken bij Philips. Het gaat goed met Philips, dat heeft u misschien gehoord. Er is heel veel meer winst gemaakt. Zelfs op de telefoontjes verliezen ze geen geld meer. En we staan te praten met de heer Speyer. Meneer Speyer, hier een grote stand van Philips op de CeBIT. Heel veel mensen, heel veel gedoe. Wat zijn nou de highlights waar de mensen voor komen? Of waar die Philips wil laten zien eigenlijk? Hoeveel tijd hebt u? Een uur? Want we hebben hier zoveel highlights dat ik veel tijd nodig heb. Maar om er een paar te noemen, we kunnen hier de stand niet rondlopen. Op consumentengebied, ik begon over telefoons. Ja. Dan is het niet alleen dat we de nieuwe modellen laten zien, zoals deze. Dat je, ook weer heel klein en zo. Hè? Ja, klein, ja. Maar met spraakherkenning. Dus ik zeg ja, thuis. Nou, en ik heb het huisnummer te pakken, dat soort dingen. Batterijleven, een week, onvoorstelbaar. Dus, maar ook nieuwe ontwikkelingen. Dus onder andere WAP, wireless. Application protocol. Ja, we hebben dat bij Nokia gezien. Daar is ontzettend veel te doen. Iedereen zegt dat wordt de toekomst. Maar wire application protocol, dan moeten nog applications gevonden worden eigenlijk, hè? Nou, daarom zijn wij zogenaamd ook iets later dan anderen. Omdat wij zeggen, dat moet eerst allemaal er zijn. Want je kunt wel. Anders loop je met een wappertje, maar daar heb je niks aan. Ja, maar dat. Want, om even duidelijk te maken, WAP is dus dat wireless application protocol. Je hebt dus niet alleen een telefoontje nodig met WAP erin. Maar dan moet aan de andere kant, moet je dus een internetadres kunnen bereiken waar iemand zit die zegt, hey, dit is het landkaartje of dit is het product en dat kan het je leveren. Zolang dat nog niet geïnstalleerd is en zolang ook de
snelheid waarmee je via zo'n mobiel telefoontje kunt internet nog heel beperkt. Is bijvoorbeeld internet nog helemaal niet praktisch, hè? Echt surfen. Ik denk dat u verbaasd zult zijn hoe wij er over een half jaar WAP zullen presenteren. Zo kan ik het al zeggen. Maar u kunt ook bijvoorbeeld heel zien de telefoon, de eurotelefoon. Dus tijdens de voetbalwedstrijden krijgt u ineens een sms-bericht wat de stand is van Nederland. Dus er wordt een goal gescoord tegen Duitsland, pats. Meteen krijgt u een piep en u kunt zien, Nederland heeft gescoord. Nou, dat zijn hele mooie telefoontjes met de kleuren van de landen erop. Dat is ook een beetje Euro 2000. Juist, want wij zijn officiële sponsor, dat één. Maar het laat ook zien dat we consumentengericht denken. Dat je zegt, nou, dat is voor die targetgroep, voor die doelgroep het juiste product. Ik weet niet of de politie dat wel zo leuk vindt, want ik kan me dan voorstellen dat als je in Rotterdam loopt en de tegenstander hebben een doel gescoord, dat er dan ruiten kapot gaan. Maar goed, ik hoop dat er veel doelpunten door Nederland gescoord worden. Dus. Er mag wel een paar ruiten kosten, ja, zeggen. Zeg nou, ik zag andere dingen. Ik zag heel veel platte beeldschermen ook. En platte beeldschermen in combinatie, en dat is een beetje de trend, in combinatie met die luidsprekers, hè? Juist, platte beeldschermen. Omdat ze minder plaats in beslag nemen. En ten tweede, u hebt het gezien, onder andere een inkijkhoek van 160 graden. Dus magnifiek beeld. Je kunt van alle kanten weer zien. Wat tot nu toe het probleem was, dat je alleen, die moest er echt voor gaan zitten. Ja. Maar nu kun je van alle kanten kijken. Perfect. Maar wat mij dus zo opvalt, is dat de vormgeving van de geluidssystemen eromheen, wordt helemaal aangepast. Ik zag daar een modelletje en dat wordt het er dus een beetje voorgeklapt bijna. Design, u noemt het zelf, de ontwerpen heeft zeg maar een hele belangrijke plaats bij Philips. Je kunt praten over techniek, et cetera. Nee, ook design. Komt dat uitdrukking ook bijvoorbeeld in onze televisies. Dat zijn niet alleen de beste televisies, worden ook erkend als beste in design. Het moet ook een beetje smoelen. Ja, het moet ook smoelen en we kunnen ze niet aangesleept krijgen. Ja. Over smoelen gesproken, spraakherkenning. Hè? Philips heeft een aantal softwareproducten op de markt gebracht. Eigenlijk niet Philips, want jullie doen niet zoveel in software, maar dat is een hele nieuwe tak van sport voor jullie. Spraakherkenning. Ja, staat hier ook. De spraakherkenning voor, zeg maar, dicteren. En ondertussen wordt het dan keurig door de computer opgeschreven. Maar ook bijvoorbeeld hier weer bij die telefoons. Dat ik gewoon mijn commando kan geven met spraakherkenning. Dat is gewoon de toekomst. En Philips loopt daar zeer, zeer ver vooruit. Ja, ik begrijp dat ook als je tegenwoordig in een auto rijdt, ziet iedereen met zo'n ding aan zijn oor. Maar daar moeten we vanaf, dat moet je op afstand kunnen bedienen. Met spraakherkenning kun je dat oplossen. Kun je dat ook veiliger maken. En een ander ding wat hier staat, en daar zijn we ook zeer trots op, dat is bij de groep semiconductors, dat heet Bluetooth. En dat is in wezen draadloos. Je hebt in de toekomst bij de luidsprekerbox heb je geen draad meer nodig. Dat gaat dus dankzij die Bluetooth, een bepaalde protocol. Om het heel... via radiogolven. Ja, maar ja, om het heel populair te zeggen, het was AM, toen kreeg je FM en nu krijg je Bluetooth. Maar dan zeg ik het heel populair en niet technisch verantwoord. Maar het betekent ook bijvoorbeeld bij de telefonie dat je ook geen draadje meer nodig hebt. Van je telefoon naar je oortje. Dat soort dingen. Dus Bluetooth is hier en wij zijn de eerste. Semiconductors laat dus de eerste echte chip zien. Die geproduceerd is, die het kan. Dus geen ontwikkeling, nee, die is er. Ja. Chips doet Philips ook. Hè? Die hebben geloof ik in Silicon Valley een hele club zitten. Ik zag nou wat chips. MPEG-4. MPEG-4. Vroeger hadden we MPEG-2, dat weten we. Dat zit in DVD. MPEG-4 gaat er weer een stapje verder. Dat gaat verder. Ik zou bijna zeggen, dan moet u de specialist daar interviewen. Dat is natuurlijk een heel gespecialiseerd onderwerp. En daar wordt QuickTime van Apple zit in dat MPEG-4. En dat is waar we natuurlijk naartoe gaan, dat ook allemaal weer samenkomt. Nou, zeg, de kern is, het is compressietechniek. Dus je gaat data, wat normaal een hele grote doos nodig heeft, bij wijze van spreken, ga je samendrukken. En daarmee geen kwaliteitsverlies creëren. Nou, en wij zijn in wezen al begonnen met, dat was MPEG-1, de video-CD, toen MPEG-2, DVD. Nou, als er iemand sterk is op dat gebied, zijn wij het als Philips. Dus ik zag ook gewoon wereldleider. Allerlei doosjes daarvoor, voor dat MPEG-2, die video. Maar een creatieve opviel was, we zijn sterk in peripherals, maar Philips doet geen PC's meer. Daar hebben we een heel aparte uitdrukking. Het belangrijkste is inderdaad wat erbij hoort. En niet meer de computer, het is wat er omheen hoort. Een cameraatje wat we laten zien. Alles wat rond de PC gebruikt wordt. Alles eromheen. Dus dat cameraatje voor V-mail. Videomail. Dat je gewoon in plaats van een boodschap
een beeld kunt overschijnen. Nou, de nieuwe die we hier laten zien is met 35 beelden per seconde. Dus dat is werkelijk een magnifiek beeld. Je kunt er ook mee scannen. Nou, dat grandioos. Daar is ook veel belangstelling voor. Ja, want dan wil ik even vragen. Wat voor soort mensen komen nou kijken? We zitten hier op een beurs. Nou, ik geloof dat er al 200.000 mensen geweest zijn. Er komen er misschien wel 600.000 of 700.000 mensen. Wat voor klanten komen hier nou eigenlijk? Nou, hier komen 700.000 mensen, waarvan 600.000 vakmensen, zegt men, en 100.000 consumenten. Nou, die consumenten, dat heet in het Engels nerds. Dat zijn echte freaks, dat zijn, ja, degene... Die lopen hier rond, want het is nu zaterdag, ja, en je ziet ze. Die betalen dus veel geld, want... Om binnen te komen, want men probeert hier alleen zeg maar de vakhandel te houden. En door die prijs omhoog te gooien, probeert men te verhinderen dat die binnenkomen. He, want hier moet zeg maar de handel gedaan worden. In wezen wat u hier ziet is, zoals de normale consumentenwereld er in 5 jaar komt uit te zien. Dat kunt u hier zien. Hier moeten de dealers en de handelaren dingen bestellen die misschien in, tegen kerstmis in de winkel liggen. Niet alleen handelaar, dit is ook zeg maar... De industrie, hier, een groep als semiconductors, verkoopt hier hun chips naar onze collega-concurrenten. Dus het is niet alleen dealers die hier komen, nee, de hele industrie komt hier. Dit is trendzettend. Dit is ook de grootste beurs ter wereld. Je moet je zijn, en dat is duidelijk. En we zijn er dan ook. Meneer Speyer van Philips, we hebben even gehoord wat er allemaal voor leuke dingen zijn bij Philips dit jaar. Dank u wel. Dank u wel, ja.